Voormalig slachthuis Hilkman vindt dat de gemeente te voorbarig handelt met de inbeslagname van onder meer de BMW van Frans Hilkman. Daarom diende vrijdagochtend een kort geding. De gemeente wil vaart maken bij het terugvorderen van de 7 miljoen euro, waarvan eerder door de rechtbank bepaald werd dat Hilkman die moet terugbetalen. Over 2 weken wordt een uitspraak gedaan in dat kort geding.